Lowlands! Mijn schatje! Ik heb altijd met Fashion Week het gevoel van overwhelmed en ik heb niet cool genoeg kleren. What's up? Hallo, wie hou ik voor de gek? Hey meiden! Hey. Hallo, hallo! Het is maandag en ik ben op kantoor met Evie en Josja. We gaan een shoplog opnemen, eindelijk! Het is geen 40 graden meer in kantoor, dus we dachten het is tijd. Vorige week was het gewoon niet te doen. Ik hou echt van jullie, maar het was gewoon te warm. I couldn't. Oké, we zijn even bezig geweest met opbouwen, alles stomen. Dit is best een ding, want alles moet aan de kant, de bank, het kleed verschuiven. En dan is het in het begin echt nog heel gaar en lelijk, dus het is echt een puzzel. Maar zo ziet het er nu uit. Gezellig! Goedemorgen, het is woensdag en gisteren heb ik de hele dag op de Linda Meijer redactie gewerkt. En hebben we de cover afgemaakt met coverteksten, de definitieve foto. Oh, het wordt zo vet. Het hele nummer gaat over spiritualiteit en zweven en jezelf zoeken in een tijd waarin we allemaal opeens met horoscopen en Mercury in retrograde en stenen en kristallen bezig zijn en vagina steams op Goop staan en weet ik veel wat. Het gaat over ayahuasca's, het gaat over meiden die niet zonder hun healer kunnen of waarzegger. Het gaat over twee hele coole sterren, een jongen en een meisje, man, vrouw. Het gaat over waarom we dan naar onszelf op zoek zijn en hoe ik dat zelf doe. Er zit een interview in met een meisje Eva dat een abortus buddy project heeft opgezet wat ik samen met Stephanie Bottelier heb gemaakt. Echt een heel heel cool nummer. Een geweldige shoot met Romy Bomes, maar oh my god, obsessed. Het is echt een nummer wat zo goed is en je krijgt zo waar voor je geld. Ik kan niet wachten tot het in de winkel ligt. Ik ben echt heel trots op deze. En nu is het 9:15 en ga ik zo meteen naar de D, een modeagentschap. Waar ze onder andere Gunny vertegenwoordigen. Om even naar de nieuwe collectie te kijken. En misschien iets te lenen voor Kopenhagen Fashion Week. Waar ik volgende week naartoe ga. En dan ga ik naar Hotel V. Waar ik een afspraak met Marie Jo heb. Een lingeriemerk waar ik veel mee werk. Met Lena samen. Superleuk om haar weer te zien. En daarna heb ik een styling afspraak met Nicole. Voor een aantal opkomende projecten. En ook de Fashion Week en dergelijke. Dus dat is heel chill. Ik heb altijd met Fashion Week het gevoel van overwhelmed en ik heb niet cool genoeg kleren en hoe moet ik dit allemaal doen. En dan vind ik het heel chill als iemand me gewoon even helpt met goede styling, ook qua tijdgebrek. Zij kan bijvoorbeeld dingen aanvragen en heeft andere connecties en zo, dus dat is heel leuk. En ook gewoon om te kijken wat er uit je kast komt als er ook een expert meekijkt. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Om het samen een beetje creatief in de mode te duiken, zeg maar. Ik kom nu aan bij Hotel V en ik heb hele mooie items bij de Nemo lenen. Je ziet ze straks waarschijnlijk wel als ik met Nicole ben. Er hangen heel veel nieuwe collecties die nog niet op beeld mogen, dus dat maakt filmen een beetje onhandig. Dit is de look. Zebra tasje, tie-dye broek, strappy schoenen met een kleine hak. Hoe mooi is deze kroon achter. Ik ben met Nicole in de styling. Ik kan hier jurkje dit. Hey, survivor. Hey! Dat is zo, jongens. Ik hoop dat we aan het doen zijn. Ja, Kopenhagen Fashion Week styling. Leukste fashion week allemaal. We zitten samen in een huis. Het wordt echt epic. Wordt echt leuk. Wordt echt heel leuk. We zijn begonnen met deze kanjurk. Echt mooi. Had het aan. Heerlijk. Ik weet het niet vies. Zebra met zebra. Dit is toch hartstikke leuk. Dit is dus leuk, hè? Want dit is. Oh, neem het over. Zullen we het opnieuw doen? Cut! Take over! Deze heb ik al lang. Die is gewoon van Zara, heb ik al jaren. En dan is het ook wel echt leuk dat je zoiets gewoon blijft dragen. Je zou denken dat het net vloekt, maar het is eigenlijk net heel cool. Leuk, toch? Ja. En wat me ook opvalt, is dat deze items dus ook weer samen heel goed gaan. En dat is wel wat we echt altijd heel erg proberen om. Een hele duidelijke vibe in alle kleuren en kleren. Ja, en dit nieuwe schatje die ineens overal heel leuk bij past. Tadaa! Oh, alsof het niks is. Ik wou me er casual bij gooien. Maar ja, echt mooi. Dit ook weer hierbij dus hoor. Verjaardagstas.
Heb jij nog andere leuke tips of iets wat je wilt delen over onze styling samen? Kom er lekker bij zitten. Waar het wel eens misgaat met Fashion Week outfits, maar ook wel bij outfits in real life. Als je bijvoorbeeld een eventje hebt in de vorm van een verjaardag of een bruiloft. Of dat je dan allemaal dingen uit de kast gaat pakken of kopen die eigenlijk helemaal niet echt bij je passen. Ja. En dat je wel ergens bij jezelf blijft, maar dan op je meest funky manier. Dus voor jou zoeken we nu wel ook heel veel dingen op met kleur. Maar laten we die polken dat zo even voor wat ze zijn. Dat het niet te blij printfeestje wordt. Ja, en als je bijvoorbeeld naar Scandinavische Fashion Weeks kijkt, zie je allemaal meiden in hele wijde jurken bijvoorbeeld. En mij staat dat gewoon niet, want ik heb borsten en billen en dan lijk ik gewoon een klein vetzakje. Ja, dan voel je ook helemaal niet lekker als je daar loopt. Precies. Dus je moet dus ergens dan gewoon wel bij jezelf blijven. Maar dat dus ook wel weer uit je comfortzone stappen. Dus bijvoorbeeld niet meer die pokkendos en die zebraprints even doen, die wij de hele tijd doen. Ja. Maar wel bij de fit blijven, waar je gewoon het mooiste in bent en waar je je ook het beste in voelt. Vooral dat. En zijn er bepaalde kleuren die jij nu heel cool vindt? Nou, ik merk zelf dat ik wel nog steeds heel veel pastel draag, maar wel iets minder fanatiek met pastel ben dan dat ik was. Mm-hmm. Ik heb nu bijvoorbeeld een nieuwe half lang jas, weet je wel, die blauwe, die ergens hangt tussen lavendel en blauw in. Ja. En die eigenlijk soort van net niet te benoemen kleur is, en dat vind ik wel heel tof. Ja, van die tussenkleuren, dus tussen grijs en groen in bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, mijn rokje die heel erg oranje-rood is. Oh, echt goede filmkwaliteit. Bijna een beetje. We liggen hier ook op de bank. Ja, en ook een beetje onverwachte kleercombinaties. Zoals bijvoorbeeld dit vind ik ook heel erg leuk samen. Ja. Terwijl het zou ook misschien een beetje te heftig kunnen zijn. Ja. Maar zwart of wit maakt het dan wel weer iets chiquer misschien. Ja. Ik maak nu een lekker ochtendetje. Met rijstnoedels en gemarineerde zalm. Terwijl ik reality tv luister. Heerlijk. En dan ga ik zo meteen sporten. Hallo. Hey, hallo. Het is vandaag donderdag en ik ben zo hard aan het werk geweest vandaag met het lanceren van mijn eerste eigen webshop. Ja! Ik ben zo excited. En het is zoveel details waar ik helemaal geen enkel verstand van heb. Maar als het zo meteen live is binnen nu echt een week of twee, dan vind ik het zo leuk. Met deze lekkere iPhone code. En nu ga ik samen met jullie op de motor. Hallo! Gaan mijn vrienden barbecuen in de tuin. Super gezellig. Sorry voor het weinige vloggen. Hey Lor! Kijk dit knappe chefke. Holy shit. Je wordt even wat gecheft. Goedemiddag. Het is alweer vrijdag. De tijd vliegt voorbij, echt. Niet normaal. Oh shit, ik heb mijn nagel ook helemaal afgekrast en ik heb zo een afspraak. Top. Ik heb vanochtend een coaching gehad met Jort, mijn business coach, soort van waar ik eerder over heb verteld, geloof ik. Wat super leuk en interessant is, duurt 1,5 uur per sessie en daarna probeer ik meestal al een soort self-work te doen. Je krijgt ongeveer 2 uur huiswerk per week, maar vaak vergeet ik halfweg de week alweer waar het over ging. Dus ik probeer dat meteen te doen. Super leuk om zo met een soort van persoonlijke groei bezig te zijn. Nu ben ik op kantoor met Evie en dit is wat ik vandaag aan heb. Een heel lekker stevig zwart-grijs shirtje van Le Coyote Paris. Een zwarte riem van de Stories. Levi's jeans. En mijn zebra sandaaltjes uit de collectie met Fred de La Bretonnière. Die zo lekker zitten en ook echt top zijn als je bijvoorbeeld een bruiloft hebt of zoiets. Dan zie je er wel heel dressed up uit. Maar het zit ook gewoon mega lekker. Dus dat is de look. Evie heeft dezelfde memo gekregen, want die is ook helemaal in het zwart. Hallo. Goed hoor. Ja, hè? Is dit ook jouw soort van aan de slag lookje? Ja, ik denk dan altijd zwart. Easy, ja, productiemodus. Het voelt alsof je dan alles in één keer kan afwerken. Ja, heb ik dus ook. En ons koffiehoekje ziet er nog steeds heerlijk en georganiseerd uit. Ik heb zo een meeting met de meiden van Kwik Amsterdam, waar we een keukenknoop gaan doorhakken. En kijk even naar deze leuke tegelsamples alvast. Witte tegels, een matte, een glanzende, een beetje off-white, een crème en een beige. En ik voel dus zelf heel veel voor een beige tegel met zwart en wit en goud. Nou, daar zijn ze dan, de twee leukste zussen uit de interieurbranche die er ook zo geweldig uitzien altijd. Ze hebben allebei bloemenjurken aan, dat je denkt,
Hoe kunnen jullie dit keuken-empire runnen en zijn jullie niet modeontwerpers of zo? Maar dat gevoel voor texturen en kleuren komt hier weer terug. Want ze hebben allemaal mooie bladen meegenomen en kastjes en dat soort dingen. Dus we gaan nu eigenlijk de puzzel in elkaar schuiven. Het is 7:15 en ik ben nog op kantoor. Volgens mij de enige in dit hele pand. Ergens is dat ook wel een beetje creepy. Maar ik heb even lekker koffie voor mezelf gemaakt. Ik zit er helemaal in. Niet in de koffie, maar in mijn werk. Ik heb net dus een leuke meeting gehad met de meiden van Kwik. Die mij adviseerden over alle keukenbeslissingen. En zo fijn om even alle materialen in real life te zien. Ook bij elkaar. Ik had zelf tegels meegenomen. Dus dat was top. En nu is er nog best wel veel werk te doen. Over een paar dagen ga ik naar Kopenhagen voor Fashion Week. Zoveel zin in! Met alle meiden die bij Legency zitten. Het agentschap dat mijn goede vriendin Lena heeft. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre jullie dat weten of meekrijgen. Maar Lena is dus mijn manager. Wat best apart is, want ze is ook een hele goede vriendin. Maar dat werkt heel goed voor ons. Omdat we precies weten wat we aan elkaar hebben. En aan de ene kant toch een hele goede match zijn. Maar ook echt verschillende persoonlijkheden hebben. Ik ben in ieder geval iemand die heel erg op emotie, intuïtie handelt en een creatief iemand. En ik vind het bijvoorbeeld moeilijker om structuur aan te brengen of om heel lang één taak te doen met heel veel focus. En Lena is ook een heel creatief iemand en tegelijkertijd heel gestructureerd. Ze heeft Excel-bestanden voor alles met kleuren en tabbladen en alles is zo gestructureerd. En ik heb echt zo iemand nodig in mijn leven, anders dan lukt het gewoon niet. Het werkt gewoon heel lekker. We hebben echt de leukste projecten ooit. Mooie deals met merken die ik echt te gek vind en waar ik al lang mee werk. En ik heb niet het gevoel dat ik iets hoef te doen puur om genoeg te kunnen verdienen of zo. Ik heb het idee dat ik echt alleen maar toffe, mooie projecten aan het doen ben die het liefst ook echt een boodschap hebben. Dus we zijn ook weer met allerlei toffe nieuwe dingen bezig. En ja, ik ben er gewoon heel blij daarmee. De coaching die ik vanochtend had, liet me dit ook wel duidelijk inzien. Ik heb daarna een personality test gedaan, dus dat is heel grappig. Ook vooral mijn valkuilen. Alles was zo accuraat. Misschien maak ik daar nog wel een keer een video over of zo, maar het was echt heel grappig om te zien. Maar ik heb dus heel veel zin om even door te pakken. De Linda Meijden is zo goed als af, dus dat is fijn. Dan is dat even ietsje rustiger. Oh ja. Ik ga ook denk ik een nieuwe oorpiercing nemen in Kopenhagen. Ik heb nu niet alles in, maar ik heb dus 13 oorpiercings. En ik heb wel weer zin in iets nieuws. Eigenlijk in een tattoo, maar ik weet gewoon niet wat. Maar daar heb ik wel echt zin in ook. Okay, het is nu 9:30 s'avonds en ik ga eindelijk weg bij kantoor. Ook helemaal pijn in mijn schouders en nek en arm. Ik wilde eigenlijk nog gaan sporten, maar de gym is al bijna dicht. Dus dat is ook niet helemaal. Ik had het toch even wat efficiënter in moeten delen. Dat ik in ieder geval om 8:30 weg was gegaan en dan nog even kon sporten. Ik hoop dat ik ook nog wat eten kan bestellen ofzo. Maar ik voel me wel trots. Ik heb de hele Instagram planning voor mijn webshopje voor de eerste 3 weken al af nu. Wat een lekker gevoel. Ik ben vooral aan het wachten op de producten nu. Dus probeer maar gewoon te doen wat ik alvast kan doen. Hey babes, goedemorgen. Zaterdag. Ik heb heel slecht geslapen. Ik ben heel vroeg wakker. Maar vandaag is best een volle dag. Het is Gay Pride. En dat vind ik altijd een hele leuke, gezellige dag. En ik ga met Linda, mijn vriendin, afspreken om koffie te drinken. En naar lakwerk om mijn nagels te laten doen. En ik ga nu sporten. Dus ik ga even koffie drinken en dan ga ik dit lichaam van de bank afslepen. Oké, ik ben weer thuis helemaal bezweet. Nu heel snel douchen, want ik moet al bijna met Linda aan de koffie zitten. Mijn schatje! Yeah! 2 blonde koffies met grote mond. Linda heeft mij 5 koffiedates gegeven voor mijn verjaardag. Op verschillende plekken in de stad. Dus dit was 1. Dat was 1. Ja. Check. Stoel 3 van de dag. Ik ben bij lakwerk bij de nieuwe vestiging. En check even hoe met geweldig dit eruit ziet. Oh wauw. Dit is weer echt een leveltje, jongens. Hallo. Hey. Wie zit er daar? Hey. Wow, jullie blenden goed. Ja, laat even zien. Wow.
goed. De yin en yang is heel leuk ook. Nou, het kunstwerk zit erop, jongens. Ik heb hele leuke soort van marble, tijger, ombre-achtige dingen. En dan een glitterduim. Ik laat het even close-up zien. Zoals je aan dit hoofd ziet, kan ik wel treatment gebruiken. We hebben de hele avond nog wijn zitten drinken in de pijp met Nicole en Lena. En toen had ik dit dus in mijn agenda staan. Ik heb dus nog nooit een bindweefselmassage gedaan. En ik was ook wel een beetje geïntimideerd door het hele concept. Want mensen zeggen, oh, het doet veel pijn, maar ik ben met Charlie. Die gaan jullie nu zien. Ja. Hi. Hi. En zij verzekerde mij net dat het ook juist heel erg gaat om ontspanning, je lekker voelen en wel activeren. Dus wel even die oppepper. Dus daar heb ik heel veel zin in. En we doen dat in een ruimte die helemaal feng shui is ingericht. Dat vind ik echt gek. Het ziet er zo lekker glowy en stevig uit. Heel plump. Het voelt ook heel lekker. Ik ben ook heel benieuwd hoe het morgen voelt. Het schijnt zo te zijn dat je dan echt onder je huid voelt dat het bijna een beetje beurs is ofzo. Niet dat je dat ziet, maar dat er echt een soort ruimte is gemaakt in het weefsel. En ik vind het echt heel, heel lekker. Ik ben lekker bij Milan en Kirsten thuis en ze hebben voor mij een smoothie bowl gemaakt. Nou, zelf gemaakt. Shit. Ik heb dat gedaan. Oh, ik heb dat gedaan. Deze. Op instructie. Live instructie. Wat zit er allemaal in? Bevroren besjesmengsel. Yoghurt, muesli. Dit staat echt al die keer. Ik weet het toch helemaal niet. Ik heb helemaal niet goed opgelet. Ik ben met mijn lieftallige tweelingbroer, lieve. En hij helpt mij nu met een mega XL voor de webshop. Waarbij ik me natuurlijk volledig heb verkeken op hoe duur dingen zijn. Als je echt alles doorberekent aan manuren die dingen in moeten pakken. En designkosten en webhosting, et cetera, et cetera, et cetera. Maar toch heel leuk. En de missie is gewoon om het zo betaalbaar mogelijk te houden. En ook nog realistisch en bla bla. Dus dat is een leuk spel. Now we're sleeping in the air, holding something we don't need. Oh, just let it be. Why don't you be you and I be me? Ben Mims gotje Lea, die vandaag zowel een aquarium als een clownspak aan heeft, waar wij persoonlijk dol op zijn, maar mannen in ons leven even aan moeten wennen. En we hebben net een hele leuke meeting gehad over het afgelopen jaar. Nou ja, het jaar doet nu toe en wat we allemaal willen voor volgend jaar en waar allemaal leuke kansen voor ons liggen. En verder heb ik eigenlijk de hele dag zo nog. Hiervoor had ik een gesprek met een meisje dat misschien stage kon lopen in de zomer. Leuk, jij ziet ook zo. En met Pieter mijn boekhouder over mijn afgelopen jaar. Dus heel leuk. Het is echt zo'n dag dat je denkt, ik heb nog niks gedaan. Maar die horen er ook bij en het is ook wel leuk om plannen te smeden. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje. Verder ben ik nog steeds doodmoe van Kopenhagen. Waar ik niet heb geplot, maar wel IG TV heb gemaakt. Dus die kan je ook kijken als je dat leuk vindt. Middag alweer. Het is krachtig vandaag donderdag. Ik ben zo slecht aan het vloggen deze week. Maar ik ben nu bij Fabienne Chapeau op kantoor, wat echt een soort paleis is. Kan je het zien met deze queen er ook in? Hallo? Hi! Daar is ze weer! Hi Stefie, daar ben je weer! Wow,
Wow, dit kantoor houdt ook met me. Even met mijn schatje Linda in haar bed. Koffie te drinken. Koffie day 2. Nummer 2. Nu met Kim in de Urban Outfitters beland, waar we nog even een heel leuk glittertopje willen scoren voor Lowlands. Hallo, hallo! Het is de dag van Lowlands! En ik heb even gewerkt. Ik ga zo lekker heel even onder de douche om me helemaal op te frissen en ready to shine te zijn. Milan komt me zo ophalen. Echt heel veel zin in. En ik ben een beetje mijn koffer aan het voorbereiden. Ik vind het met reizen en dit soort dingen heel chill om niet te veel mee te nemen. Dus als ik de tijd heb, dan denk ik alles een beetje uit. Dat hebben jullie wel vaker gezien in mijn video's, waarbij ik vooral een soort mini-collectie probeer te maken van alles. Met kleuren die bij elkaar passen, of een print, of een vibe. Ik zit nu heel erg in de dierenprints en de 90s referenties. Dus ik heb veel korte glittertopjes en strassstenen qua oorbellen, kettingen, chokers, zonnebrillen, dat soort dingen. En daar doe ik dan bijvoorbeeld een joggingbroek onder. Of iets van mesh, van dat doorschijnende gaas. En verder lekker veel zebraprint, slangenprint, dierenprint. Kortom, een soort van what would Aaliyah do? Leek me wel een goede omschrijving. Voor de buitenstaander misschien chaotisch, maar voor mij best overzichtelijk. Ik leg vaak alles of neer per outfit en dan maak ik een foto. Of ik trek het even aan en dan maak ik een selfie in de spiegel. En dan weet ik ook dat ik niet meer dan dit nodig heb. Ik kwam dit soort riemen heel veel tegen in de stad, maar ik vond ze eigenlijk te duur. En toen kwam ik er een bij Boohoo tegen en die was wel betaalbaar, dus dat is top. En dit ga ik dan dragen met deze witte cowboy boots. Heerlijk. Deze spulletjes zijn ook van Boohoo. Verder heb ik hier een heel lekker dierenrijk verzameld. Luipaard, luipaard, snake, zebra en een beetje tie-dye. Ik weet nog niet zeker in hoeverre ik ook tie-dye ga terugkomen. Ik vind dit jaren 80 gevoel met die dierenprints eigenlijk al wel heel lekker. Hier heb ik bijvoorbeeld een top en een broek van, dus dat is ook goddelijk. Altijd genoeg bodylotion en gezichtsmaskers mee, zodat je jezelf een beetje in de watten kunt leggen. Hier nog even wat lekkere bling. Dit zijn de oorbelletjes van Sap. Heel cute. Dit is een ding voor aan je zonnebril, maar gebruik ik soms ook als ketting. Heel multifunctioneel. En wat enorme oorbellen. En dit is een ding dat om je arm gaat. Ook geweldig. Zonnebrilletje. Even alles aan het passen. Ik vind dit bijvoorbeeld ook heerlijk. Deze riem is niet bedoeld voor in je taille, dus dan kun je hem leuk een beetje zo intakken, wat ik wel grappig vind. En dit zou ik dan dragen met het liefst gewoon hele hoge regenlaarzen. Of halfhoge Vans bijvoorbeeld. Een sneakertje maakt hem wel stoerder. Dit is best wel meisjesachtig, dus er mag wel iets stoers tegenover staan. Ik hoop ook dat Lowlands een beetje lekker weer gaat geven. Maar anders kun je hier natuurlijk ook heel tof gewoon een grote hoodie overdoen. En dan nog een parka overdoen. Ik vind namelijk als het regent heb ik zelf liever blote benen. Dan woep, veeg je de regen er zo af. In plaats van dat je de hele avond met een natte spijkerbroek door al die tenten loopt. Dus wat ik dan doe is zoiets, trui erover, regenjas erover en regenlaarzen. En dat vind ik een topformule. Ik zal even wat linkjes naar wat items in de bio zetten. Oké, dit vind ik echt briljant. Love it! Ik heb dit shirt gewoon in mijn eigen maat trouwens, maar het hoort zo oversized te zijn dat je hem als jurk kan dragen. En het zit heerlijk. Hier doe ik dan ook een lekker warme body onder, zodat je het gewoon heerlijk hebt. En een laagje extra hebt en warme thermosokken. En dan ook wederom een hele chille jas, zoals een bomberjekje of een regenjas overheen. En check deze, vrienden. Woehoe! Het is natuurlijk niet compleet zonder een lekker oorbelletje. Wow, dit is echt zo groot als mijn hoofd ongeveer. We have arrived en het grote unpacken is begonnen. Kijk, deze geweldige armband thingy. Hallo, wie hou ik voor de gek?
Hey meiden! We got 3 teams of Levi's present at this time. So I would like for the Dutch team and the Belgium team to welcome the German team. Make some noise! Goedemorgen babes, ik ben weer terug van Lowlands en het was echt geweldig. Het was zo gezellig met mijn vrienden, met Milan, met Lizzie. Kim was er ook, Nicole en Lena en Jordi. En het huis van Levi's was heel gezellig en we hebben te gekke dingen gecustomized. Ik heb nu ook een heel lekker Levi's pak aan. What? Zo chill, het is gewoon basically een onesie. Alleen zie je er ook nog heel gezellig uit. Love it. Ik heb niet zoveel gefilmd op het festival zelf. Omdat je gewoon echt heel erg met je vrienden in het moment bent. En ik dat ook wel heel leuk vond om te zijn. En ik deel dan wel dingetjes op stories en zo. Misschien kan ik nog wel even wat leuke outfitfoto's delen. De eerste dag had ik een joggingbroek aan. Een BH-topje. De tweede dag had ik een oversized bandshirt aan. Een t-shirt van Purple Rain van Prince. Ik had hem in een small, geloof ik, een UK size 10. Maar hij is al heel oversized en bedoeld om als jurk te dragen, wat ik een hele leuke look vond. En daar had ik dan een strassriem overheen. Allebei van Boo waren die. Daar had ik dan witte cowboylaarsjes onder van Fabienne Chapeau. 'S Avonds ben ik toen geswitcht naar een tie-dye legging, maar daar heb ik geen foto's van. En Vans, gewoon heel chill. En de dag daarna, gisteren, had ik een zebra lookje aan, head to toe. En alle dagen met een heel lekker Levi's spijkerjack dat iets korter was. En er zaten franjes op de achterkant, dus dat was ook heel nice. Het was trouwens ook heel leuk om een paar van jullie te zien op Lowlands. Ik heb best wel veel meiden gesproken. Veel van jullie kwamen naar me toe. Het was echt heel erg leuk om jullie te ontmoeten en lief. En ik word er altijd heel gelukkig van. Dus thanks dat jullie iets kwamen zeggen. En ja, het maakte me heel vrolijk. Dankjewel daarvoor. Ik ga nu even naar kantoor en wat werk doen en de week begint gewoon weer. Heftig jongens, heftig. Wow, hoe amazing zijn deze oorbellen van H&M. Echte bouwwerkjes. Asymmetrisch, deze gaat ook horizontaal. Klopt het hoe ik dit uitleg door je oor? Zo. En deze zo. Echt waanzinnig mooi. Kantoor, dit is mijn lookje. Zo chill. Echt verliefd op deze oorbellen. Wat dus mijn tip is als je brak bent, is om iets gouds of zilvers, shinies in je oren te doen. Omdat je hele gezicht daar dan iets frisser van wordt. Want het licht reflecteert erop. Het geeft natuurlijk een bepaalde glans of shine. Tip van de dag. Het is zulk lekker weer. Echt, de zomer is weer terug. Dat je ook wel denkt, hadden deze temperaturen misschien met Lowlands er kunnen zijn? Dat was ook top geweest. Ik sta nu buiten omdat ik dit pareltje heb. Een fiets waar dus cupholders voorop zitten. En deze is helemaal gemaakt van gerecyclede Nespresso capsules. En ik werk veel met Nespresso samen, dus ik ga deze bad boy even testen de komende tijd. Ze hebben dit samen met Philosophy gedaan. Cupjes die kun je gewoon in de winkel afgeven of aan je delivery person meegeven als je een nieuwe bestelling binnenkrijgt van cupjes. En dan zorgen zij dat het goed gebruikt wordt om iets anders van te maken, wat ik echt super erg kan waarderen. Fietsen zijn toch zoiets romantisch en puur Hollands. Ik vind het echt top. Ik vind het wel grappig om te zien op mijn recente reizen dat mensen ook zoveel aan het fietsen zijn. In Kopenhagen waren er echt mega brede fietspaden bijvoorbeeld. Ik dacht altijd dat wij de enige waren die dat soort dingen hadden, maar dat is dus niet waar. Hoe leuk is dit? Hallo, hallo. Ik hou dit festivalgevoel nog even vast in dit heerlijke gecustomized Levi's shirt. Ik heb een XXL, dan kan ik hem misschien ook als jurkje dragen. En ik ben nu lekker een noedelsoep voor mezelf aan het maken met heel veel groenten, zodat ik morgen weer kan knallen. Met kipstukjes, spinazie, asperge, broccoli, tagé en koriander. Er komt dan natuurlijk nog bouillon bij en een heel klein beetje noedels en een gekookt ei. Hey babes, ik ga lekker in bed liggen en
chillen en even een serie kijken en helemaal niks doen. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten en ik zie jullie heel snel weer. Doei!